Yo, 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 welkom bij het tweede deel van Little Nightmares 2. Ironisch genoeg, ja. Tweede deel van Little Nightmares 2. Ik loop automatisch naar deze deur. Laten we in ieder geval verder doen waar we gebleven waren. We zitten hier bij de Hunter. So let's go inside. Oh, ik hoor hem denk ik. Oké, moet ik deze... Oké, dit was nog in de demo, dus ik weet wat ik hier ongeveer moet doen. Ik vind het zeer raar dat hij ons niet hoort, maar oké. Dus we moeten hier door. We hebben de leuke gnomehead van in de vorige episode gekregen. Ik ga hier wel Six haar hand vasthouden. Blijf bij mij, Six. Oké, mijn bakje begint te trillen. Met een hartslag, dat betekent dus dat deze guy echt wel een scary motherfucker is. Oeh, de Hunter. Zijn shotgun ligt daar dus. Hier moeten we door. Dus we gaan pushen. En dan zijn we weg. Let's go. En hij heeft ons gezien. Rennen. Six. Six, rennen. Daarachter. Oké, okay, let's go. Rennen. Rennen, Six. Oh shit. Oké, okay, en hier kunnen we naar beneden. Oh, kom maar, Six. Oké, okay, nice. Kijk, okay, hou haar hand vast. Even bukken. Oeh. Creepy dude, kijk naar zijn... Kijk naar zijn arm, er zit stuffing in zijn arm. Oh, deze game is zo raar. Maar raar in een goede manier, hè. So fucking interesting, ja. Die guy heeft letterlijk stuffing in zijn arm. Zijn arm is stuffing waarschijnlijk. Snel, snel, in het gras. Oké, okay. Zit daar een vogel? Die vol haar waarschijnlijk space in. Ik heb nog nooit gezien hoe dat het eruit ziet als je doodgaat. Waarschijnlijk ziet hij gewoon, maar... Mijn punthoed steekt ook zo uit. Oké, okay, laten we gewoon doorgaan. Gewoon hem volgen. Daar moeten we zijn, in dat gat. Oké. We wachten tot hij switcht. Dus hij komt hier en dan switcht hij naar daar en dan lopen we. Let's go. Rennen, Six. Rennen, rennen, rennen. Nice. Six. Oké. Okay. Goed zo. Oh, pas op. Oh, hij schiet nog. Come on. Hou mijn hand vast. Oh, scary. Laten we doorlopen. Door dit. Oké, okay, dit is heel nieuw territorium. Ik heb al een YouTube video gezien van dit stuk. Maar dit is voor mij self-experienced nieuw territorium. Let's go, Six. Ik wacht op u. Kom maar door. Oké, okay, let's go. Ah ja, dit stuk. Oké, okay, laten we Six erover krijgen. Go, Six. Woep. Oké. Okay. En nu... Callen. Ik weet niet meer hoe dat je called. Hey. Ah, kijk. Zo. Oké, okay, let's go. Shit. Oef. Oké, okay, dat is big oef. Oké. Okay. Dit skip ik als het mij gelukt is. Dat is echt wel cute, die calling. Oké, okay, nu gaan we een aanloopje nemen. Let's go, let's go, let's go. Yeet! Nice, oké. Okay. Ik denk dat we dat eigenlijk wel net konden halen, moesten we alleen zijn. Maar het is fijn om Six aan mijn zijde te hebben. Kijk, daar zie je dat geel hoedje daarboven zitten. Dus dat gaan we even gaan halen.
Ze hebben het wel pretty obvious gedaan. Sava obvious. Ze hebben een kistje gehangen. Oké, okay. Jeet. Zo, en hier even op. Bap. 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 Nice. Heel goed. Dit doe ik aan. Dit zal ik aandoen wanneer Six haar nieuwe of ja, haar gele raincoat krijgt. Ik hou momenteel gewoon de gnome hat aan. Ik heb de deluxe edition gekocht, dus dan hou ik ook gewoon hetgene aan wat ik gekregen heb. Oké, okay, ik zie het licht daar. Dus daar is hij weer. Hé, hey, hij blijft wel bij mij, Haji. Ik ga gewoon doorlopen. Oh, shit. Rennen, rennen, rennen. Nice. Oh. Kom aan, kom aan. Omhoog. Nee. Eeuw. Oké, bukken, bukken. Oké. Cool, we gaan samen. Oké, we gaan hier door. Oké, nice. Six? Oké, okay, dacht al. Oké, okay, dus hij mag ons echt gewoon niet zien. Oké. Okay. Zeer interessant. Oké, okay, let's go. Six. Hij is kwaad. Wat een boze man. Oké, okay, dus dit heb ik ook gezien. We moeten die dit hier omduwen. Kom maar, Six. Oké. Okay. Moest dus gewoon een beetje wiggelen met je stick. Six, pas wel op, hè. Bro. Kom aan, nog even je armen nou. Goed zo, oké. Okay. Let's go. We gaan hier gewoon direct op. We gaan direct rennen. Dat is wel één scary man hoor. Laten schieten, doorrennen. Doorrennen. Six. Six. Let's go. Kutzienachtig. Oké. Six. Let's do it. Let's do it, Six. Let's fucking do it. Let's fucking do it. We hebben hem. Was ik hier Six? Ja, we kunnen zelfs niet kijken. We kunnen zelfs niet kijken wat er gebeurd is. Jongens.
Vanaf dit deel is het helemaal nieuw territorium. Helemaal nieuw, nog nooit door mij gespeeld. Dus laten we nu naar de stad gaan. Ik weet, dit gaat waarschijnlijk kort geweest zijn, maar ik ga het hierbij afsluiten. En ik ga in de stad. Als we aangekomen zijn met onze deurboot, zal ik verder doen voor de volgende episode. Dus dat was wel een heftig stukje. The Hunter was niet, ik denk niet het moeilijkste karakter, maar wel een zeer mysterieus karakter. Maakte een of andere poppen via de mensen die hij vangt of, I don't know, dingen die hij killt. Ik vind het zeer interessant. We kunnen niet bewegen op deze boot, dus we gaan gewoon even dit houden en een beetje kijken. Nu gaan we naar the real game. Where the real game starts. Zoals je hier ook al ziet, ligt er weer een tv. Twee tv's. Ik zeg je, tv's zijn iets belangrijks in deze game. Je zag ook wel in het begin van de game, vorige episode, dat we starten uit een tv. Dat gelijk een channel is, een teleportatiesysteem, die tv. En die tower is ook iets heel belangrijk. Je ziet het al in de verte een heel klein beetje. En je hoort het al aan de muziek. We zijn in de stad. Waar de real scares beginnen. Mono staat recht. We gaan even onze head veranderen. Oh shit. This is crazy. Hoe houden die. Hoe blijft die huizen ook recht staan? Ik snap het niet. Wow. Crazy game dit. Daar is het strand, of ja, een coast, niet echt een strand of zo. Ik denk dat er hier niet iemand voor zijn plezier komt. Ja, we zijn aangekomen. We doen wel terug de man, de gnome head aan. We zijn er gewoon. In de city. Ik weet nog niet hoe dat deze plaats noemt. De vorige plaats noemde gewoon de Hunter's Cabin. Interessant. What the fuck? Shit, daar staat daar iemand. Six? Oké. Oké. Laten we kijken of we een mattie kunnen maken. What the fuck, die begint te trillen. Alles oké? Wat is er gebeurd? Ja, tv's zijn een raar ding. Deze deur gaat ervoor zorgen. Laten we eens kijken. Oh. En dit deurgat zorgt ervoor dat we starten in de stad. Deze game is geweldig. En ik heb er zoveel zin in. Ik kan niet wachten om verder te spelen. Ik heb de pauze gezet. Omdat hier het volgende deel gaat beginnen. Ik wil jullie allemaal immens veel bedanken om te kijken. En dan zie ik jullie bij het derde deel van Little Nightmares 2. Dag, dag mensen.